Wie belt me weer? Zeker naar pa. Hé, kom eens aan, Jayon. Normaal, buurvrouw, die is hier restje. Buurvrouw! Buurvrouw! Ja, buurman. Hoi, buurvrouw. Hier is Kiera. Dit is niet naar voor morsu, toch? Sorry, buurman. A telefoon niet bij go over, dan ik vergeet voor tapa kraan. Buur, dat doe je niet, toch? Hoe de even eerlijk. Is dat al mes, ma? Aba watera is van hoe je voor morsa watera. Ja, buurman. No, ma, buurvrouw. Nee, wacht, wacht. Ik kom goed tapa kraan. Ik kom zo bij u. Even. Hi, buurman. Buurvrouw, maar koken heb je onder de bonen, want dat is zo'n fijne boy. Hi, buurman. Anderhalf meter hier, je weet toch. COVID. Buurvrouw, mijn begie hier. Mijn begie, als aan het demi edekba. Maar hier is een buurvrouw. Mm-hmm. Want dadelijk je vindt dat ik mijn bamboe, mijn bari, mijn disi, mijn dati. Maar fokka, zo mijn aanpassing plotseling. Plotseling alles aan kon diri. Is hier Jacqueline. Heer die man aan Jacqueline heeft fascina ofzo. Want ze kwam niet uit. Ja, buurman, want die tarieven zijn jarenlang niet aangepast. Mm. En dat maakt SWM, Lobbyman, investeringen voor uitbreiding en onderhoud. Dus wacht even, dus SWM, met die nieuwe tarieven, dat u aan takkie SWM om aan doen dringende investeringen. Ja. Maar hier in, Arkibin ook bijte, rust. Dan vind ik aan mijn buurvrouw. Leuk. Ik heb tak man ook een man. Dus ik heb rustig aan mij. Dat om een tarief ode. A basistarief en een productietarief worden gelijk. Mm. En dat is 18 SRD en 47 cent per kubieke meter water. Dus alles moet paaien? Nee, ano alles maar. Uh-huh. Na een sociaal-economisch beleid voor een regering bepaalde sma op kieswaan korting. Oh, wacht. Mijere asan DC fonds, mide matief mi. Mitchell belop takko voor een subject subsidie na dat die. Precies. Gralanti heeft gekozen voor subject subsidie. Dat want tak, desmalek minangayu. Mhm. Lanti o subsidie. Dus you want to give me. No me klanti ko por mi 25 november. You want to me tak 1 november we begin pa ya new tarief. Dus de verhoging go in november, maar pas december. Oh, oh, dus we gaan feesten vrij 25. Ja. Oh, maar buurvrouw, wacht even. Want we regeren 25 november, maar pas in december. En dan dacht ik, wacht, ik ben ook bij de rust. Deed dat je een vet aan mij. En dan dacht ik, een verhoging. Maar pas december. Ja, ik begrijp je, buurman. Maar pas in december was je een verhoging vanwege een verbruiksperiode, toch? Oh, een verbruiksperiode nou, volgens mij vanaf de 16e van deze maand. Tot die van de volgende maand, dus 15. Okay. Maar buurman, ik ga naar binnen hoor. Is waarom als zo'n faya? Buurvrouw, wacht even. Het is een laatste vraag. Dat ik me kwalijk. En nog een lange asanta ka zo'n faya, want je woont in Suriname. Uh-huh. Met Beggy, Arki even. Alle dingen verhoging, dat in one hit de mo bonken you know. Nee, lek van mijn takken pa. Aha. Denk je boem, zei je takken, denk je boem? Nee. We tak don san jaren. Goed nadenken. Dus lek van mijn takken pa. Mhm. Des massa ook is a subsidie, gideen ook go systematisch. Mhm. Maar gideen begin aan wang, minder uno, den opaya money direct. Oh, dus nu weer begrepen. Eindelijk. Asandis, ik kan praat eerlijk. Ja. Want dan nu ik kan gewoon leg Mitchell, boem vast uit. Want Amanati is de trang op tien zo. Dus maar dan ik kan leg hem uit. Nu ik kan gewoon play biggie boy, ja boy. Maar buurvrouw, je mag nu naar binnen gaan. Want dat eerst de wimper voor je smelter. Of als van je long going say, dus moest je later. Mogwa Henkie even. Ja, hè? Is goed. Ai, later hoor. Dit is wel gras wat rijdt, Jimmy, maar ja.